Hallo, mijn naam is Sam. En ik ben Arno. En samen zijn wij de Kijkbuiskinderen. En vandaag kijken we naar... De Maastzinger. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van Sam en Arno WIDM TV. Yes. Wij bespreken vandaag de halve finale van de Maastzinger 2023. Er zaten nog maar zes, hoe zullen we het noemen? Karakters? Personages. Ja, personages zaten er nog maar in. Dat waren de ijsbeer, de uil, de magier, de koala, de toffe peer en het nelpaard. Mm-hmm. We hebben eigenlijk qua zekerheidjes, hebben we al een keer in de uitgelichte afbeelding gehad de ijsbeer. Ja. We hebben al een keer in de uitgelichte afbeelding gehad de uil. Maar daar ga ik nog even op terugkomen. Nelpaard was de eerste. Daar kom ik later op terug. Nelpaard was de eerste. Magier. Hebben we ook een keer in de uitgelichte afbeelding gehad. Vorige week volgens mij. Ja. De koala hebben we ook een keer. Toffe peer nog niet. En Nelpaard, dat was inderdaad onze eerste zekerheid. Ja. Tot nu toe, Arno, hebben wij alles wat we in de uitgelichte afbeelding hebben gezet, dat het die persoon was, hebben wij dat tot nu toe letterlijk... nog een keertje fout gehad hoor. Nee, toch? Jawel. Ja, de aflevering dat ik er niet was, heb jij als eend, heb jij je karries voor hout doorgezet. Ja. Dat klopt. Ja. Niet. Ja, precies. Ja, dat was niet. Nee, maar ja, toen had ik jou ook niet. Dus ja, precies. Laten we even eerlijk zijn. Maar we hebben de uil vorige week denk ik wel fout gezet. Dat denk ik ook. Maar daar komen we zo meteen allemaal op. Zullen we ze gewoon lekker op volgorde doen? Nou, dat is ook goed voor gewoon mij. Gewoon van hoe ze in de uitzending zaten. Ja. Dat is ook wel eens een keer fijn, hè? Ja. Dan beginnen we met de koala en die zong Baby, Baby, Baby. Baby, Baby, Baby. Oh. Ja. Alleen de koala is bekendgemaakt. Ja. Dus daar hoeven we niet al te lang over te hebben. Kijk, we kunnen het hebben over wat het panel dacht. Die dacht bijvoorbeeld een van de roelvinkjes. Justin Bieber werd nog gezegd voor de grap. Alberto Stegeman, Ferry Doedens, Amarula. Eus. Eus. Humberto Tan, Kees van der Spek, Donny, Busy, Diederik Ebbingen. Allemaal namen waarvan ik dacht, gedeeltelijk zou het kunnen. Maar dat was niet. Walid Ben Barek. Ja. En dat hadden wij gewoon goed. Ja, en Monica opeens ook op het laatste. Ik denk, van waar komt die uit de hoek opeens met die naam? Nee, die heeft de vorige aflevering ook al wel één keer die naam genoemd. Ja? Ik heb echt nooit die naam horen vallen, volgens mij. Ja, ze heeft één keer eerder heeft zij die naam genoemd. En dat heeft ze toch wel goed gedaan, moet ik zeggen. De geur. Door de geur. Ja, heel bijzonder. Dat slaat er nergens op. En we hadden de connectie hint deze aflevering. Dat was dan, we hadden het RTL Nieuws stukje hadden we natuurlijk. En we hadden de connectie-hint. Ja. Of zoals Ruben ze noemde, we gaan plopkappen. Breaking news. Plopkappen raden, plopkappen gokken of zoiets. En de connectie was dan Bo van Erven Dorens. Dus wij hadden alle twee zoiets van, het moet Walid haast wel zijn. Maar het kan niet met Bo. Maar hoe de hel, en dan hoor je wat dan de connectie is en dan denk je ook, oké. Ja, Bo van Erven Dorens heeft een hockeyvaders serie bedacht. En daar speelde hij dan de hoofdrol in. Ja, goed, dan moet Ja, precies. Dat moet je dan maar net weten. Maar we gaan verder nog, want de mensen die we denken dat het zijn, of weten wie het zijn, dat die connecties die er kwamen waren ook, zijn echt ver gezocht. Als we inderdaad we weten het 100% zeker. Bij Nijlpaard bijvoorbeeld. Bij 3 van de 4 karakters zijn we 100% overtuigd. Ja. Dat kan letterlijk niet anders zijn dan wat wij denken. In onze ogen dan althans. Ja. Alleen over de toffe peer zijn we het gedeeltelijk oneens. Maar eigenlijk niet helemaal ook. Eigenlijk zijn we het daar ook grotendeels wel over eens. Alleen ik wil gewoon niet dat die persoon het is. Maar goed, Walid heeft het leuk gedaan. Ja. Ik kende hem niet, maar ik ben hem wel gaan waarderen. En ik kreeg nu wel zin om Mokkermafia te gaan kijken. Ik heb dat dus ook nog nooit gezien. Zoals ik in onze vorige aflevering zei, wij zijn een beetje op onze vingers getikt. Dat we alle twee zeiden, wie is dat? Ja, nu zet hij zijn masker af en denk ik, ik herken hem wel, zeker wel. Ze gingen dan verwijzingen doen naar Luizenmoord. En dacht, ja, dat heb ik al gezien inderdaad. En toen herkende ik hem daarvan en van die film. En hij heeft echt heel veel gedaan. Hij heeft oprecht wel heel veel gedaan. Hij is gewoon bekend. Wij zijn gewoon
Twee mannen die onder een steen hebben geleefd. Wij zijn twee blanke mannen, nog niet van middelbare leeftijd. Hallo, hallo, nog niet van middelbare leeftijd. Hallo, ik ben 21 al, jongen. Ja, dat zeg ik. En ik ook. Zou je willen? Ja, dat zou ik wel willen, ja. We gaan door met de tweede optreder die ook is afgevallen. Dat is de magier namelijk. Ja, en we riepen het al twee keer eerder volgens mij. Ja, dat de magier niemand minder kan zijn, en dat bleek ook te kloppen, dan Douwe Bob. Ja, Douwe Bob. Ik hoorde het de vorige keren bijna zeker, maar niet 100% zeker. En nu begon hij te zingen. Dat was het nummer van Sia, hè? Live. I'm alive. En nu dacht ik, nou hoor ik voor het eerst jouw gewone zangstem er een beetje doorheen komen. Maar hij gaf ook netjes toe, hè? Hij heeft meerdere keren expres, ja, verkeerd gezongen, zeg maar. Of in ieder geval niet zoals hij normaal zingt. Terwijl zeggen, de liedjes in deze finale waren allemaal echt zo leuk. Ja, en op een enkeling na vond ik ze ook echt ziek goed allemaal. Ja. Ja, weet je wat, was de koala, die zong echt best goed. En dan opeens gaat het masker, dan moet hij zonder masker zingen. En toen was het echt... Nou ja, je hoort gewoon, en dat is niks ten nadele van de zangers en zangeressen in de pakken, absoluut niet. Maar je hoort gewoon overduidelijk, in ieder geval als je het live kijkt, laat ik het zo zeggen, dat de zang van de karakters van tevoren is opgenomen. In ieder geval als ze het masker nog op hebben. En dat daar oprecht wel een behoorlijk stukje autotune overheen zit. Mm-hmm. En dat is ergens ook wel jammer, vind ik. Want dan denk ik, laat nou eens gewoon horen zoals het gezongen is. Weet je wel, dat is helemaal niet erg. Want het is voor de fun. Ja, en het toffe is nou juist dat het sporters zijn en het nieuwslezers zijn. En nou ja, vul maar in, die dus normaal niet zingen. En er zitten ook wel een paar zangers, zangeres tussen, maar die overgrote... Aan de finale, hè? Ja, meestal wel, ja. De overgrote meerderheid is gewoon geen zanger of zangeres van beroep. Laat die mensen nou gewoon horen zoals ze zijn. Dat doet niks af. Sterker nog, ik zou dat toffer vinden dan... Ja, want je hoort het gewoon zo duidelijk als ze het er wel overheen gooien. Maar goed. Ja. Dan gaan we door, want nu wordt het pas echt interessant natuurlijk. Want nu krijgen we letterlijk alle karakters. De toffe peer, de uil, de ijsbeer en het nelpaard. Die dus allemaal in de finale zitten. En wat mij betreft ook wel terecht. Hoewel ik persoonlijk de toffe peer liever had zien afvallen in de plek van de koala. Okay. En ik moet heel eerlijk toegeven dat de magier, Douwe Bob, die heeft een paar keer natuurlijk expres slechter gezongen dan dat hij normaal doet. Die had het stiekem toch eigenlijk ook wel verdiend om in de finale te staan. Maar hij heeft echt extreem sterke competitie dit seizoen. Mm-hmm. Dus ze zijn ook gewoon echt heel goed. De toffe peer. Dat is ons enige... hoe moet je dat zeggen? Oneenigheidje? Ja. Eigenlijk nog niet eens gigantisch, maar... Ik denk dat je het gewoon niet wil. Dat klopt. Je weet wie het is, maar je wilt het gewoon niet toegeven. Laten we eerst eens heel even kijken wie het panel allemaal noemt. En dan gaan we naar het RTL Nieuws stukje. Ja. En dan voordat we naar de connectie hint gaan, heb jij nog even alle hints. Ik ga ze niet allemaal vertellen. Veel. Nou, jij doet gewoon de hints van deze aflevering. En dan vul ik aan met wat. Dan gaan we zeggen wie bedenken dat is. En dan ga ik een beetje hints en dan de linkjes. Helemaal goed. Het panel denkt in ieder geval onder andere, en dit komt ook nog uit de vorige aflevering mede, aan Kraantje Papi, Mart Hoogkamer, Roy Donders, Nielson, Fleming, Steven Brunswijk is daar deze aflevering onder andere bijgekomen. Ja, had zomaar gekund, maar nee. Dan krijgen we het RTL Nieuws Bulletin. Daaruit kwam als mogelijke hints naar voren een slank steeltje. Heerli de Peerli, hij ruikt naar bier, we zagen worstenbrood, we zagen heel veel tijgerbroden en we zagen heel veel roze popcakes. Ja. Dat waren eigenlijk min of meer de hints uit het RTL Nieuws bulletin, want dat waren er ook steeds niet heel veel. Nee, klopt. Ja, en dat bier, ik denk zeggen. Mart Hoogkamer is. Ja. Ik hoor de stem ook echt. Jij hoorde het nu ook voor het eerst echt de stem erdoor. Ja, jammer genoeg wel, ja. En dat bier verwijst ook echt naar hem, want er is natuurlijk... Want het was ook de geur van bier, hè? Ja, precies. Dus dat verwijst naar dat bier op hem gegooid is bij festivals. Dus ja, en dat hij een paar keer letterlijk van het podium af is gegaan. Dat hij zei, als jullie nog één biertje gooien, dan ga ik van het podium af. Ja. Nou ja, dat is een hint. Voor de rest snapte ik de andere hints niet echt. Maar...
Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Waar ik dus aan dacht, want ik dacht de vorige, met name de vorige aflevering, dacht ik echt Kraantje Papi te horen ook. Ja. Overduidelijk zelfs. Deze aflevering hoorde ik dat een heel stuk minder, maar ergens... Een klein beetje dat eruit. Alleen bij dit nummer wat hij zong, en dat was dat is het enige nummer waar ik niet van wist wat het nummer precies was, maar dat maakt niet uit. Baby, love really hurts about you. Ik ken dat, weet je hoe heel ik goed. Dat ken? Heel goed van jou. Ik weet hoe ik het ken. Er is zo'n ding met de Winterweide in de Efteling. Daar ben ik gewerkt vorig jaar. En toen was er zo'n, dit jaar weer, zo'n boysband. Zo'n vier jongens die allemaal van die oude klassieke liedjes gaan doen. En dan zingen ze met z'n vieren. Baby, love really hurts without you. En dan gaan ze ook zo sexy kijken naar die vrouwen. En terwijl de helft van die mannen zijn voor de mannen. En dat is ook de typisch hoe boys bij het vroeger waren. Yeah. Dus dat was echt zo. Was dat, ik weet dat vroeger in de Efteling had je de DEEF. Nee. De enige echte Efteling fanfare. Nee, maar dat was een... Nee, dit is de zang en gelukkig. Zal ik jou zo een heel klein geheimpje verklappen? Ja? Ik heb vanaf 5 januari een Efteling abonnement. Hey. Catching. Ik dacht vanaf 5 januari start ik bij zang en gelukkig. Nee. Ik zie haar dan ook doen. Je moet je aanmelden. Nee. Wat wilde ik zeggen? Want ik wilde ergens naartoe. Oh ja, ruik naar bier. Toen dacht ik, dat kan natuurlijk ook Kraantje Papi zijn. Ja. Met zijn nummer, Welkom in de feesttent. Welkom in de feesttent. Nou, en als er iets in de feesttent gebeurt, dan is het smijten met bier. Ja. 9 van de 10 keer. Ja, hoeveel bier ik al eens met festival en zo. Zo, even mijn nek heb gekregen. Maar wat ik aan het zeggen was, voordat we van een padje afgingen... Dat zijn we eigenlijk altijd, hè, van het padje af. Is dat dit nummer, daarin kwam dat volkse veel meer naar voren dan alle andere nummers die hij heeft gezongen. Ja, en dat zat inderdaad in die adlibs waar Carlo het ook over had, geloof ik. Dus jammer genoeg, ik neig nog steeds naar Kraantje Papi. Maar na vanavond, na de halve finale, kan dat eigenlijk bijna niet meer. Dus moet het haast wel Mart Hoogkamer zijn. Laat ik hem daar oude hints. Ja. Nou, niet alle. Ik ga echt maar een paar noemen. Dat is niet erg. Hij begon in de eerste aflevering met Hallo vriendjes. Ja, daar gaan we weer. Nou, hij heeft een liedje van Bastien Adriaan gecoverd. De Spaanse. In Spanje. Ja. Alba Marie. Diamant werd gezegd. Dat is letterlijk ook een albumnaam van Mart Hoogkamer. Ah, ja. Logisch dat mensen dan constant aan Nielsen dachten. Maar, van dat nummer. Maar zijn album heet gewoon zo. Ja, in het zonnetje ben ik op mijn allerbest. Zei hij, dat verwijst weer naar de Spaanse zon. Letterlijk dat liedje. X. Hij is bekend geraakt bij Got Talent, volgens mij. X-Factor. Nee, Got Talent, volgens mij. En daar zijn ook de kruisen. Oh ja, daar heb je ook X'en. Ja. Ja. Martini. Stond een glaasje Martini. Mart. Ja. Er werd nog gezegd dat hij een hit, of minstens één hit in de top 40 heeft gehad. Nou, dat klopt ook. Mm-hmm. Klopt ook. In een andere aflevering waren er mandarijnen. Mandarijn is natuurlijk Sinterklaas, Spanje, dus weer Spanje. Ja. Appeltjes van Oranje. Ja. ja, en dan zie ik dan nog iets dat kan linken. Nee. Laten wij maar proosten. Ja, dat is weer dat Engelen, bier. Engelenfris. Engelenfris. Engelenfris wasmiddel. Heeft dat niet iets te maken met dat het een nephint was? Dat mensen gingen denken dat het die kerel van Engelbewaarder zou zijn? Ja, dat zou best kunnen. Engelbewaarder. Ja, ik sta wel vaker met kerst op podium. Ik kan me goed voorstellen dat Mart wel met kerst en zo op podium staat. Mm-hmm. En dan, deze aflevering was natuurlijk het... bier die gegoten wordt. Ja, precies. Er is toch best wel wat hints naar. En ik denk dat ik er heel jammer, veel... Jammer genoeg denk ik dat je gelijk hebt. Ik zeg jammer genoeg. En dat komt gewoon omdat... ik ben niet zo van de volkse muziek. Nogmaals, dit heeft niks te maken met zangers of zangeressen die volks zingen. Maar ik ben gewoon niet zo van die muziek. Dat is één. En ik vond hem nogal... Ja, een overtrokken type of zo, weet je wel. Hij zat net in de business en meteen ging hij allemaal stoer lopen doen van... anders ga ik hier weg. En dan had hij wel 5.000 euro verdiend. Maar dan had hij nog niet eens een half nummer gezongen en dan was hij alweer pleiten. En dan had hij een burn-out. Burn-out, want hij heeft dan niet meegedaan aan Beste Zangers.
Maar dan zou hij wel aan dit meedoen. Dan zou hij wel, een aantal weken of anderhalve maand hier aan mee hebben gedaan. Ja, en dan zo staat hij vrolijk te springen. Dat vind ik ook een beetje. Maar goed, misschien is hij dan net genezen. En denkt hij, ja, dat kan. Het is weer tijd voor een beetje een comeback. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het gewoon niet zo'n toffe beer. Nee, ik had hem inderdaad ook een ander personage dan gegeven. Nou, nee, ja, dat niet per se. Maar ik vind hem gewoon niet zo'n prettig persoon. Ik ken hem totaal niet en ik ken zijn muziek eigenlijk heel eerlijk ook niet echt goed, maar ik vind dit gewoon geen prettig persoon. Ik vind het ook raar dat de makers hem dan gevraagd hebben, terwijl hij dus volop met de burn-out en zo zit, ga je dan denken, oh, die man heeft een burn-out, weet je wat, we vragen hem even voor ons programma, de Masked Singer. Ja. En weet je wat we hem geven? Een super energetische toffe peer. Ja, dat is ook het idee. Ja. Maar als het hem is, en het moet hem haast wel zijn, dan doet hij het wel fantastisch in dat pak natuurlijk. Goed, maar ja. Ja, heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Nou, laten we snel over... De connectiehint. Hij had een connectie met Busy. Ja. En toen dacht ik, Busy, ja, dan kom ik wel weer bij Kraantje Papje uit. Maar toen zei jij... Hij heeft samen met Gerard en Busy in de Arena of Psychodome, volgens mij Arena, samen gezongen. Ja, nou, wat een connectie. Maar aan de andere kant... Walid Ben Barik met zijn connectie met Bo, dat was nou ook niet echt dat je dacht, oh, duidelijk. En er komt straks nog een connectie met een nijlpaard die ook ver... Nou, kwam... Die is verder gezocht, okay. vind ik ook. En wat als allerlaatste, wat dacht X voormalig Twitter, Flemming en Nielson, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Welen en Brain Poet. Lieve mensen, het is Mart Hoogkamer, jammer genoeg. Ja, ik zoek iets op. Ga maar verder, hoor. Oké, ik ga verder. De L, prachtig karakter. En mijn inbox, of ik moet eigenlijk zeggen onze inbox, stroomt al weken over van de DM's en van de berichten en van de e-mails waarin mensen zeggen, lieve mensen, allemaal hartstikke leuk. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Jullie zijn heel leuk samen, bla 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 bla. Maar de L... is 100% Simone Kleinsma. Wat? De L is 1000% Simone Kleinsma. Ja. We hebben het er al een paar keer over gehad, hè, dat het Simone Kleinsma zou kunnen zijn, maar dat ik dat steeds absoluut niet hoorde. Ze begon te zingen, It's Raining Men. It's Raining Men. Halleluja, It's Raining Men. En er zat een lekkere rocklaag onder. En nu hoorde ik direct Simone Kleinsma. Ik moet heel eerlijk toegeven, voor het eerst hoorde ik Simone Kleinsma. Want al die weken dat mensen hebben gezegd, ja, is allemaal leuk Sam, die namen die jij noemt. En Arno heeft ook nog één of twee namen genoemd. Nou ja, had gekund, maar die zijn het niet. Angela Groothuizen, daar hebben wij ook nog wel even een tijdje over getwijfeld ook. Het kan echt nog steeds Angela voor mij. Nee. De hints vind ik wel echt naar Angela wijzen, hoor. Ik met je eens, maar na de halve finale moet het Simone Kleinsma zijn. Ik begin wel eventjes. Het panel dacht onder andere aan Lieke van Lexmond, Simone Kleinsma, Wendy van Dijk, Antje Montero, Patricia Pai, Georgina Verbaan, Anita Helke van de Dolly Dots, Leonie de Braak, Ilse de Lange, Tooske Ragas, Angela Groothuizen. Heb ik die nou twee keer genoemd? Nee. Roxanne Hazes. Kom op, mensen. Roxanne. Of Manuela Kemp. Die snapte ik dan weer wel. Mm-hmm. Ja. En dan hadden we het nieuwsbulletin. Ja, wat waren de hints? Niet in één hokje te plaatsen. Nou, dat klopt wel, dat is ze ook niet. Nee. Gaaf. Ibiza. Ja. Ik heb geen idee wat zij met Ibiza heeft. Misschien heeft ze meegedaan aan Beste Zangers wat op Ibiza werd opgenomen. Ja, klopt. Dat zou kunnen. Ja, dat is zo. Dat zou de hint kunnen zijn dan. Ja, dat is het. Toscane, Mediterraan, Blauw-Wit. Nou, Blauw-Wit slaat op Mamma Mia. Dat zei Carlo natuurlijk ook al. Daar heeft zij in gespeeld. Maaien, dus van de Maya's. Maaien Messing. Ja, accenten, zei ze. Maaien Messing, accenten. Dat, ja. En ik dacht, accenten, dat komt weer bij Simone. Want ja. Ja, dat zou kunnen. 360 graden. En retro. En less is more. Ja, less is bore en less is more, ja. Retro, ja. Goed, ik ga eens de hints overlopen. Dan ga ik een paar hints daar kan wijzen naar Angela. Mm-hmm. Ik denk dat ik er meer kan wijzen naar Angela dan naar... Ja, dat denk ik ook. De eerste wat ze... En wat bewijst dat? Dat bewijst eigenlijk dat de hints dit jaar bijna niet te doen zijn. Nee, klopt. Ja. Het begon met, want de eerste zin is meestal een hint en weet ik niet. Maar goed, het begon met dit oudje is klaar om haar vleugels uit te slaan. Mm-hmm. Ja.
Iets met Spread Your Wings ja. of zo? Of, ja. Ja. Jaaroverzicht 2022. Ja. Maar dat... Oh, wacht even. Is haar... Oh, ik kan hier zo hard naast zitten. Ik denk dat het namelijk langer geleden is. Maar haar partner is overleden in... Ik denk dat dat eerder is geweest. Nou, weet ik niet. 2020 misschien al wel zelfs. Ja. Ga maar verder, sorry. Sorry. Ik kwam in een fabeltjeskrant met de mol. Met een mol. En er werd ook op haar hoofd gepoept. Zoals het molletje waarop het hoofd werd gepoept. Dus dat twijfelt naar Angela Groothuizen voor mij. Want die heeft gepresenteerd Wie is de Mol. Ja. Het is een fabeltje dat ik vroeg in mijn bed lig. Dat zou kunnen wijzen naar Simone Kleinsma. En dat is ver gezocht, maar musicals en theater, dat is vaak in de avond. Dus dat klopt. En ze wordt ook vaak nageborreld en zo. En heel veel repetities in de avond. Dus dat klopt wel met het beroep van Simone Kleinsma, dat zij vaak laat thuis zou zijn. Ja. Dat is dan wat ik zou kunnen. Ja, er werd gezegd huismusje. Angela Groothuizen. De Hospita. Dat is haar nieuwste musical. Oh, en dat is een huis? Ja, hospiteeravonden, hospita. Oh, ja. Huis. Ja, huismusje kan dan. Ja, want er werd ook gezegd huisje is een kruisje. Dat werd in een andere aflevering gezet. Hoe heet die musical waarin poep en zo een hele grote rol speelt? En rioolstad? Ik weet niet welke Riool City, musical. Ik weet niet naar welke musical jij gaat. Smelly hoor. City, of weet ik veel hoe die... Ja, die hebben... Je zit me echt aan te kijken alsof je water ziet branden. Ja, zo van zo'n vuilak. Wat zeg voor je nou? Waar ga je nou? Rode Kruis. En het, er werd wel eens eerder een kruisje getoond en zo. Dat verwijst eigenlijk naar Simone, want die heeft de Passion gedaan. Oeh. Wat? Ja, het is er niet. Maar wat had het mooi geweest als het Brigitte Kaan erop was geweest. Wat dan? Nou ja, jij zei mol die op zijn hoofd gepoept wordt. Dat is inderdaad zo'n boekje. Maar zij heeft een nummer. Wat is er lekkerder dan kakken? Wat is er lekkerder dan kakken? Een rol uit je anus laten zakken? Nou, et cetera. Ja. Oké, goed. Er was een liedje, of er was een zin. Hoge ogen gooien. Ja. Simone Kleinsma heeft een liedje met die heet Open Ogen. Mm-hmm. Nee, ik weet nog verder hoor. Ik heb het nog hoor. Songbook Love Songs. Zij zingt heel veel liefde. En volgens mij zei jij eerder, Simone heeft een... serie met Simone Songboek of zoiets. Ja. Amsterdamse huisjes, dat verwijst dus weer naar de hospita, inderdaad. Mm-hmm. De zwarte kanten kousen verwijzen naar de musical. Kinky met, Boots? Nee, met die opera. Met nee, hoe heet ze nou? Nee, niet opera. Met die nonnen. Sister Act. Sister Act, ja. Volgens mij speelt ze daar ook in. Ja, zeker. En vorige aflevering ja, werd dan Holy Dolly Christmas. Dat verwees dan voor mij naar Dolly... Barton? Nee, Dolly Dots. De Dolly Dots. Oh, ik weet al waar dat op slaat. Dat is Hello Dolly. Dat is ook een musical. Oh, ja. Alleen die link leg ik nu pas. Volgens mij is dat niet met Simone. Omdat wij de vorige aflevering zaten we nog heel erg op Angela Groothuizen. En dan is Dolly Dots is veel logischer. Ja. Ja. En Chihuahua werd er getoond. En op haar album, haar meest recente album, staat geen Chihuahua, maar wel een hond op de cover. Mm. Van Simone. Dus uiteindelijk kan ik toch nog best veel naar Simone wijzen eigenlijk. Dus het is Simone Kleinsma. Kleinsma. Ik maakte een dramatische pauze. Ja, en de connectie hint, die werd niet geraden, want die was hartstikke misboes. Gerard. Ja, Gerard, jongen. Misboes. Ja. Ja, ik irriteer me daar. Volgens mij is dat gewoon opgezet, die kaartjes. Vooropgezet. Ja. Ja, dat zei hij tijdens de uitzending. Ja, dat is toch zo. Anders had ze toch gewoon kaarten kunnen laten trekken. Dan kun je toch dat kan je niet manipuleren. Maar die afbeeldingen kun je gewoon manipuleren, hoor. Ja. Dus wanneer Gerard iets zegt, weet je wat? Want het is zo grappig, want de vorige keer was ook Gerard altijd mis. Vanaf Gerard iets zegt, dan... En dan gaan we bij Uil, want Uil is nog de meest grootste raadsel. Dus we gaan het hem laten doen, want als hij de mispoes heeft, dat valt die op. Nou, ik had het idee dat steeds als het panel goed zat... Ja. En dat zaten ze bij Simone Kleinsma grotendeels ook bij de L. Want Simone Kleinsma werd ook door veel panelleden genoemd. Ik denk dat ze dan zoiets hebben van... Oh, ze weten het eigenlijk al bijna zeker. Weet je wat, dan gaan we hier niet nog een extra hint geven. Want dan houden we het een soort van spannender. Ja. En bij Nijlpaard waren ze een beetje op het goede spoor. Maar dan denken ze, weet je wat, we gaan een atypische... Een belachelijke hint tonen, ja. Een naam die eigenlijk moeilijk te linken is. Nou goed. Als laatste...
bij de L, bij Simone Kleinsma dus. ik had willen zeggen, je hebt het hier het eerst gehoord, maar dat is zeker niet het geval. Wij zijn zeg maar een beetje opgeleid door onze kijkers en luisteraars die ons al weken toesturen. Het is Simone Kleinsma, jongens. Ja. Jullie hadden gelijk. X-voormalig Twitter, die denkt nog steeds aan Patricia Pai, Anita Meijer, Angela Groothuizen, Ayren Milene, nee jongens. Soendos Elamadi, nee. Samantha Steenwijk, nee. Caroline Tense had gekund, maar die kan niet zo goed zingen. En aan Simone Kleinsma. Gaan wij door met De IJsbeer. Ja. Prachtig nummer. Werkelijk waar. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna make it right. Ja, prachtig. Dat is dat nummer wat wekenlang over TikTok en over Insta ging. Dat was, dat was die zanger. Die was toen totaal nog niet bekend, maar echt nul. En die ging overal met een heel koor ging die mensen overvallen. Ja. Dus dan viel die en dan begon die ineens uit het niks begon die zelf dat liedje te zingen. Dat was dan voor opgezet. En dan na twee zinnen dan kwam vanuit overal kwam ineens zo'n heel koor. Klopt, ja, dat weet me weer. En ik moet zeggen, want wij roepen al weken dat de IJsbeer niemand minder kan zijn dan Edson de Graza. Dat is ook zo. Dus dat is geen geheim meer dat wij dat denken en vinden. Weten. En weten het inderdaad eigenlijk gewoon. Bizar goed. Maar dit was echt eng goed gewoon. Nee, voor Edson is het heel goed hoor. Ik vraag me af, moet hij toch niet eens gaan nadenken om eens een keer gastoptreden te doen of zo? Ja. Ja, bijvoorbeeld. Het panel dacht dus onder andere aan Edson, Humberto Tan en Jan de Hoop. Ha, 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 Loretta. Het nieuwsbulletin. Daaruit komen de volgende hints naar voren. Een hard hoofd en harde eisen. Het moet 5 slaapkamers zijn. Ja. Die kunnen we wel toelichten. Ja, want hij heeft 6 kinderen. 4 kinderen. 4 kinderen. Plus dus een slaapkamer voor hem en voor zijn partner. Ja, dus ja. Ja. Dus dat is logisch. Het is een lang persoon. Nou, daar hoeven we ook geen uitleg meer over te geven. Meer ruimte om te dansen. Mm-hmm. Een tijgerkleed. Nee, een jaguarkleed. Je hebt nog een belangrijke hint over het hoofd gezien. Want hij werd ook gezegd. Ja, en het is een goede stevige vloer. Dat is ook belangrijk, zei hij. Oh, en het programma die Edson dit jaar heeft gepresenteerd, die best veel kijkers had, was The Floor. The Floor. De vloer. En dat werd letterlijk nou gezegd. Lava. Dus het was wel echt, dat is echt de hint weer. Ja. Ja, absoluut. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja. Ik moet opa weer even op. Ja. Het is al laat, mensen. Het is al laat. Wij nemen, deze nemen we echt belachelijk laat op. Het is bijna middernacht. Oké. Je hebt nog meer hints. Ja, oké. Okay. Klop Kloppie is daar werd neergeopend. Dat is dan omdat Edson een komiek is. Ja, precies. Ja, Kip. Kip? Kip, dat slaat natuurlijk op zijn afkomst. En dat daar heel veel en heel graag kip gegeten wordt. Ja. Denk ik dan tenminste. Niet altijd de broek aan werd er gezegd. Hij heeft een programma die over een met naakte volwassenen ging. Rode nagellak, nails, was het nou weer? Een programma met nails dat hij had. Toen ging hij ook weer de vloer bloemen, dus dat was weer de vloer. Ja, stofzuiger, dat kan ook op de vloer slaan, hè? Ja, maar hij ging letterlijk de vloer dweilen en zeggen, oh, dit plekje mag ik niet vergeten. Ja. Dus dat was de tweede keer dat er heel tijd naar de vloer verwezen wordt. Ja. Ja, ik kon de vorige keer ook de top 40 linken, maar ik weet niet meer hoe. Goed. Ja, weet ik ook niet De sixpack. Had hij niet meegeschreven aan een nummer? Nee, dat was iemand die al bekend was gemaakt. Ja, dat sixpack. Was Edwin Rutte. Ja, Rutte? Mark? Nee, Rutte? Niet Edwin. Nee, goed. Enfin, sixpack. Er werd gezegd sixpack. En hij heeft een gezin met 6 William mensen. William Rutte bedoelde ik. Sorry. William, ja. Kinderijs, hij heeft veel kinderen. Er was een naakte ijsbeeld. Dat verwijst weer naar dat hij dat programma met naakte meisjes heeft. Mm-hmm. Nog een heel duidelijk hint was de cupcakes die voorbij kwam. Want hij heeft een seizoen van de Cupcake Cup gepresenteerd. Ja, ja, ja. Er werd vorige week gezegd, het is een drukke bedoening bij jou thuis. Mm-hmm. Nou ja. Er werd letterlijk op de Golden Buzzer gedrukt. Nou, dan weet je het wel. Ja. Dus ja, al bij al kun je eigenlijk heel veel nog linken. En volgens mij heb ik vorige week nog meer. Dus als je het nog
meer hints naar Edson kijken vorige week terug. Ja, inderdaad. Want daar licht ik het nog eens even allemaal goed uit. Rustig toe, ja. Lieve mensen, de ijsbeer is niemand minder dan Edson. Da Graza. Dank u wel, alstublieft. Au, microfoon. Ik zit hier weer eens een keer met een Vlaming. Nee, dat is flauw, hè? Dat is flauw. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, ik zit hier weer eens een keer met Arno, want Arno heeft gewoon altijd dit soort dingetjes. Het is wel echt zo, los van mijn nationaliteit. Los van jouw nationaliteit. Belgen zijn natuurlijk hartstikke slim, maar ik heb heel die naam van de Belgen omheen geholpen eigenlijk. Nee, als laatste, X voormalig Twitter. Wat denken die over de ijsbeer? Die denken onder andere Edson ook. Arie Boomsma wordt nog steeds genoemd. Timo Steffens wordt nog genoemd. Humberto Tan. Het panel ook, jongen. Hoe vaak dat het panel Humberto... Carlo met name. Hoe vaak dat die Humberto Tan noemt. Ja. Bij elk karakter wat, waar een man in kan zitten... Dat kan altijd kan ook Humberto Tan zijn. Ja, nee, het is meer omdat het ook Zuiders klinkt, dit. En het is ook, want Humberto heeft, is een Zuiders type en Edson ook. Jawel, maar de stem... Jij zei hun stem lijkt best op elkaar. Nee, ik vind de zangstem wel leek op Humberto. Oké, ja, dan moet ik toch nog iets vaker Humberto gaan beluisteren. Of ik moet naar de oorarts. Ja, dat kan ook. En onze allergrootste zekerheid, daar sluiten we mee af. Ja. En dat is natuurlijk het Nelpaard. Die zong, volgens mij heet het nummer Queen of the Night. Oh yeah, oh yeah. Nou, dat is. En... sorry. En die, die deed meesterlijk. En de choreografie die erbij zat was inderdaad bizar fantastisch. Dat van dat springen, joh. Maar dat er dan door Buddy ook weer achteraf gezegd wordt... Nou, en dan laat je je vallen en daarna zing je door alsof er niks gebeurd is. Ja, Buddy, jij weet net zo goed als wie dan ook, want jij maakt mede dit programma. Ook al maak je het niet en zit je gewoon in de jury... Je weet donders goed dat dit van tevoren is opgenomen. En ja. Dat vind ik dan toch wel weer een beetje flauw. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... elke keer als er een masker afgaat... dan zie je eerst de hele zaal vol zitten. Ja. En daarna, als je goed oplet... zie je eigenlijk alleen nog maar de eerste rij. Dus een paar tafeltjes en het podium. Mm-hmm. En dat klopt, want volgens mij hebben we het er ooit al een keer eerder ook over gehad... in de podcast, weet ik niet zeker meer. Op het moment dat een masked singer zich... bekend moet maken. Gaat het publiek eruit? Gaat al het publiek, behalve de eerste rij met tafeltjes, die moeten weg. En volgens mij wordt er ook nog eens bijvoorbeeld de crew van het programma zo neergezet. Ja, ja, ja. Onder andere. Ja, om het mensen die ze echt vertrouwen, tussen aanhalingstekens. Dus ik vind het dan toch wel komisch hoe ze dat met sound effects en met een beelden van een klappende zaal en een juichende zaal die ze eerder hebben opgenomen of later hebben opgenomen, hoe dat ze dat dan weer recht trekken. Dat is toch wel weer bijzonder. Het panel denkt onder andere bij het Nelpaard nog steeds aan Chantal Jansen. Die wordt best vaak genoemd door het panel. Nicky de Jager, Kim Lian, Marlijn Weerdenburg, Anita Dot, Francis van Broekhuizen. De vorige keren had ik Francis nog wel begrepen. Bij de uil snap ik het wel. Die snap ik op zich bij de uil ook wel. Bij Nelpaard snap ik hem iets minder. Nee, joh. Ja. Ja, zij zal zich zeker zo laten vallen, Francis Broekhuis. Dan het nieuwsbulletin. Ja. Roze. Alles was roze, alles was roze. En alle kleuren van de regenboog. Nou, dan ga je toch heel, heel hard denken aan K3. Heeft zij ooit K2 zoekt K3 of K3 zoekt K3? Heeft ze dat ooit meegepresenteerd? Nee, dat was wel een andere verdachte. Oké. Okay. Toos Kragas. Ja, Nee, die werd verdacht door de uil. Ja, dat klopt. En toen werd er gezegd... Er kwam ook nog één andere kleur. En toen zei heel sterk naar voren. En zei ik, oké, dit gaat groen zijn, dit gaat groen zijn. En toen ging dat doosje open. En inderdaad, er zat groen in. Nou, dat lijkt me niet meer als logisch. Want een van haar bekendste musicalrollen van de afgelopen 10 jaar... is geweest haar rol als Fiona in de musical Shrek. En daar is ze gedeeltelijk gewoon Fiona. En gedeeltelijk de ogre variant, de Shrek variant van Fiona. Dus vandaar groen. En het eindigde met de tekst, maar ja, wie ben ik? Waardoor het panel meteen dacht aan, wie ben ik? En daardoor gingen ze allemaal foute namen denken. Dus ik kan dat nog niet per se linken. Ik zat even te twijfelen, heeft zij het ooit gepresenteerd? Maar dat is niet helemaal het geval. Ja, je mag het opzoeken, zeker. Maar volgens mij heeft ze het nooit gepresenteerd.
En dan gaan we zo nog heel even kort de ex-hints, de vorige hints, gaan we nog eventjes doornemen. Ja. En de connectie die ze dan zogenaamd met iemand zou moeten hebben. Nou, die was ook zo flinterdun als ik weet niet wat. Nee, hè? Volgens mij heeft ze dat nooit gepresenteerd, hè? Nee. Nee. Nou, goed, we gaan hints van de vorige keer doen. Ja, doe dat eens eventjes, ja. Want anders blijf ik maar lullen. All right. Er was een yogamat. Zij heeft een programma gepresenteerd. En er werd ook gezegd... wat was het nou weer? Dat programma heette... Zin in Morgen, volgens mij. En dat... En nee, ze zei ook, Zin in Morgen. Nee, zin in Morgen. En ze zei letterlijk, ik heb er zin in. En, ja. En in dat programma doet zij yoga. Dus dat is echt een gemiste kans dat ze dat geen zin in Morgen heeft. Wat slecht. Sorry. De passievrucht... dat is omdat ze vorig jaar in The Passion zat. Oh ja. Nou, ik lees nu nog een hint en die kan ik nu pas koppelen. Nu pas, want de vorige keer heb ik die niet eens genoemd. Lapsig. Ze werd letterlijk gezegd, ik heb al vaker op het podium betreden, dus geen groentje. Groen. Oh my god. Ja. En op het podium groen. Ja, jongens. Oké. Wat zijn wij soms ook echt zo deuzig alle twee. Ik zoek graag de grens op. Ze gaat natuurlijk naar Zweden. Ja, ze woont in Zweden, ja. Ik ben zeker niet bang om in het diepe te springen. Ze heeft het Sterren Springen gepresenteerd. Ja, ja. Bommetje werd letterlijk geroepen. Heeft ze letterlijk gepresenteerd. Mm-hmm. De puntentelling. Eurovision. Ze heeft het Junior Songfestival, toen het in Nederland was, ja, heeft zij het gepresenteerd. Nou ja, dat was bijvoorbeeld dingen. Daar werd er ook nog vorige keer Donald Duck. En ze heeft Disney dingen, stemmen en zo gedaan. Ja. Kerstballen 50 stuks, 50-50. Ja, heeft ze ook gepresenteerd. Ze zei ook eigen tradities. Ja, Zweden heeft eigen tradities. Ja. Nog een andere aflevering was er een potje met vet. En daar heeft ze Grease. Nou, sorry, nee, dat weet ik niet of dat naar haar wijst. Ringen. Ze heeft een programma met ringen. Hoe heette dat nou weer? Er was een, jij zei dat de vorige keer, maar goed, ik ben het vergeten. Een programma met ringen. Nou weet ik het zelf telefoon op de, het was een telefoon en zij is bekend geraakt met die call. Call TV, ja. 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 De badmuts verwijst weer naar het sterrenspringen. Etui met sterren verwijst naar sterrenspringen, maar ook nadat ze meerdere keer in Ranking the Stars zat. Ja. Ik zal nog iets anders grappigs zeggen. Ik zei het tegen jou, het is geen grind, maar ik vond het wel een leuk dingetje. Toen Buddy ging springen van dat ding, toen kwam het liedje Larger Than Life. Oh ja. En vorig jaar was dat het eerste liedje die gezongen werd door het personage Olifant. En wie zat daarin? Everon Jackson Hoy. En dat was natuurlijk... Dat was een betere connectie geweest dan Jamai. Ja, correct. En Everon Jackson Hoy was de mol bij Kim Lian. Ja, toen zei in Wie is de Mol zat. Ja, precies. Dus ja. Terwijl iedereen dacht dat het Kim Lian was, omdat haar ogen achter het masker gefotoshopt waren. Nou, het zou oprecht wel echt nog een hint kunnen zijn. Niet als het gaan benoemen. Nee. Maar ik denk wel dat de makers zouden kunnen denken, hey, weet je, dit is grappig. En dat ze, ja, dat en ze hebben al vaker, ook bij Marieke Elsinga, hebben ze toen ook twee oude karakters, zeg maar, in de hints verstopt. Ja, nee, maar ik bedoel dat ze dat lied gewoon even, dan gaan ze het niet als officiële hint gebruiken, maar dan dachten de makers, doen we leuk. Want het past totaal niet bij, dat liedje past echt niet bij dat springen van Buddy. Nee, dat klopt. Dus... Nou, ik zei het net al, want er was wel een connectiehint. Achter de plopkap kwam tevoorschijn... Plopper. Nee, die niet. Plopkap? Jamai. Oh, die. En toen dachten wij, nou, sorry, maar wij weten 100% zeker dat het Kim Lian is. Jamai. Kim Lian en Jamai, hebben die ooit samen in een musical gezeten? Zoeken, Google afzoeken, Wikipedia afstruinen. Nou, we kregen het maar niet gevonden. Nou, ze hebben we wel kwamen bij twee dingen uit. Ze hebben een keer samen gezongen. En dan niet alleen zijn, maar Jandino, Kim Lian, Jamai en Mike. Bij Q Music. En wat hebben ze daar gezongen? Ik had het hier net staan. Oh, Leona Filippo, Jamai, Kim Lian. Een Frozen Medley. Een Frozen Medley. Nou, het is van Tistas. Maar dat is natuurlijk geen rol. Sorry, maar ik vind dat niet echt een connectie. Als je ooit één keer niet... voor een gelegenheidsdingetje... Er is wel een duidelijkere connectie. Ze hebben alle twee samen... stemmen ingesproken. Van de hoofdrollen? Ja, van de twee hoofdrollen van de... is geen Disney film volgens mij. Nee. Rio. Rio. Rio.
joh. Dat is dan twee papegaaien soort van die dan met carnaval en zo. En, ja, Blue en Jewel. Vond ik echt een leuke film. Als, ja, dat was echt een leuke film. Vond ik een leuke film. En daar, Jamai spreekt die mannelijke rol en Kimlian de vrouwelijke. Ja. Dus dat is een heel duidelijke connectie. Dat is op zich best een duidelijke connectie. Alleen je moet hem weten. En als je die niet weet... we hadden wel zoiets, want wij moesten er echt naar zoeken. Terwijl we al zeker wisten, dit is Kimlian. Mm-hmm. En we moesten er heftig naar zoeken voordat we erachter kwamen. Dat betekent dan ook dat... en dat vinden wij al meer dit seizoen. Dat de hints bijna niet te doen meer zijn. Nee. Nou, zie ik nog te denken van... Hebben we dan nog naar die film een verwijzing gehad? Het enige dat ik zou kunnen linken is die Donald Duck. Dat is ook een vogelstem. En... loslopend wild. Maar ja, dat is niet echt een... Ja, misschien zaten er nog vliegende vogeltjes ergens in. Dat zal vast wel. Of zal er ergens op een tafel een blauw vogeltje hebben gestaan best, of zo. Die kans is best groot. Ja, dat denk ik ook. Goed. En daarmee, Arno, zijn wij aan het einde gekomen... niet alleen van deze podcast over de halve finale van de Masked Singer... maar eigenlijk ook de allerlaatste video op WEDM TV van 2023. Pats! Maar echt. Confetti. Want de finale van de Masked Singer 2023 vindt plaats op Oudejaarsavond. Ja. En dan zijn we natuurlijk gewoon Oudejaarsavond aan het vieren. En de Masked Singer ook aan het kijken natuurlijk. Maar dat betekent dat de podcast daarvan pas in 2024 uitkomt. Dus dit is de laatste. Ja, ik wil alle luisteraars, alle kijkers wil ik bedanken voor een bizar fantastisch jaar. Dat meen ik oprecht. Ik heb vanmiddag... zat ik ineens terug op 14.000 abonnees. En toen dacht ik, oh my god, 14.000. En als content creator, ik ben ongeveer 7 jaar bezig, Arno, dat weet jij. Mm-hmm. Ja. En ik volg jou al die 7 jaar. Dat klopt, ja, dat klopt. Als kindje, echt als klein kindje, nou, klein kindje bijna, 12 bijna was. Wel. Nee, echt al veel langer dan 7 jaar, want echt als 12, 13 jaar keek ik al naar jou. En was ik echt grote fan. Dan ben ik misschien al wel 8 jaar bezig, ja. Dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, misschien heb je wel gelijk. Zou ik eens even terug moeten zoeken. Maar ik vind het oprecht heel bijzonder. En dit klinkt heel oneerbiedig wat ik nu ga zeggen. Maar als content creator denk je altijd... Oké, ik moet meer abonnees. Meer dit, meer dat, meer zus, meer zo. Dat werkt. Jammer genoeg werkt dat gewoon zo. Hoe langer dat je bezig bent, hoe meer dat je daar ook op moet focussen. Ik probeer me daar zo min mogelijk op te focussen. En dat lukt aardig. Maar ik vind het nog steeds ontzettend bijzonder. Dat meen ik oprecht. Ook dat ik dit met jou heb kunnen doen. Jij hebt dat voorgesteld nadat we samen de podcast hebben gedaan over de Verraders Halloween. Ja. Omdat Corné zei, ja, dat wordt mij eventjes iets te veel, wat ook logisch is. Ja. Toen heb jij dat fantastisch opgepakt en we hadden alle twee zoiets. Ja, we weten niet hoe het gaat lopen, we kijken wel eventjes. En daar hebben we daarna gewoon deze achteraan geplakt. Dat vind ik erg leuk. We hebben er dus nog 1 te gaan. Mm-hmm. En dan is het heel even, in ieder geval eventjes voor kijkbuiskinderen, is het even pauze. Omdat Wie is de Mol en de Mol komen. Ja. Maar ik wil nog 1 dankjewel uitspreken en dan zijn we echt even klaar. En dat is de dankjewel aan iedereen die vriend van de show is geworden of is geweest. En die ga ik er wel even netjes bij halen. Want dat vergeet ik nog wel eens. En dat vind ik eigenlijk niet zo netjes van mezelf. Nee. En dan kom ik dus ook weer neer op, ja, weet je, het is gewoon en, heel en heel we lastig. Gaan echt, onze goede voornemens, we gaan een podcast. Zijn er al suggesties binnengekomen voor de podcast idee voor van de vrienden van de vriend van de show? Nee, die zijn niet binnengekomen, maar we hebben wel wat ideeën natuurlijk, hè? Hmm? Ja. En ook Corné heeft een aantal ideeën. Ik was tegelijk even aan het inloggen, sorry. Ik weet wel iets waar ik heb spontaan een voorstel voor jou een keertje. Om een keertje iets voor kijkbuiskinderen een serie te bespreken. Niet per se een aflevering, maar Doctor Who. Oh, dat lijkt me fantastisch. Lijkt me wel leuk. Ik heb nog niet alles gezien. Niet zo heel veel eigenlijk, maar wel genoeg om er eens over te kletsen. En ik vind het echt heel leuk. En jij hebt het wel allemaal gezien. Dat is wel iets waar we zouden kunnen over hebben. Sorry, ik was even 30 dingen tegelijk aan het doen. Het spijt me. Maar je hebt helemaal gelijk. Doctor Who vind ik fantastisch. De specials die dit jaar uit zijn gekomen. Oh. Maar dan ga ik op de zaken vooruit lopen. Laat ons alsjeblieft eventjes weten. In de reacties of middels een DM. Dat kan op Instagram via bijvoorbeeld @WDMTV. Maar ook via @Kijkbuiskinderen.
of jij dat zou zien zitten. Want ik vraag me dus heel hard af, zijn er... Ik weet dat er Doctor Who fans zijn in Nederland, maar ik vraag me heel sterk af, hoeveel of zijn die, het er en waar zijn ze? En kijken ze niet in, kijken die mensen naar jou? Ja, ook dat is de vraag, ja. En ook gewoon andere suggesties, hè? Ja, heb jij een serie die binnenkort uitkomt of daarna, of dat je denkt, hey... Ik wil even één keer heel duidelijk alle vrienden van de show bedanken. En daar wil ik echt heel eventjes de tijd voor nemen. Natuurlijk Erika. Opperfan van WDM-TV, mag ik wel zeggen. Steffi, Erik en Ivar, die hebben een losse donatie van €25 gedaan. Dank jullie wel, oprecht. Margreet, een maandelijks betalende vriend van de show. Dank je wel, Margreet. Lida Zoetekouw, die heeft een jaar abonnement afgesloten op vriend van de show. Ontzettend aardig. Bedankt. Thomas Jansen, ook die is vriend van de show. Anne Huberta, Jacqueline, Fokje Nicolai, die hebben we al gehad. Ingrid Jansen hebben we ook gehad. Thomas Jansen. Lieve mensen, ontzettend bedankt dat jullie vriend van de show wilden worden. Jij kunt ook, als je dat nog niet bent, vriend van de show worden of een eenmalige donatie doen. En wat je daarmee bereikt is dat je mij en daarmee dus automatisch ook Corné, ook Arno, ook Quint die af en toe invalt voor Corné bijvoorbeeld. Dat je ons de mogelijkheid geeft om dat te blijven doen naast onze bestaande jobs. Daar komt het eigenlijk even heel flauw gezegd op neer. Ja. Dat is het op dit moment. Mocht dat iets meer worden en mocht ik iets meer content kunnen gaan maken, omdat ik wat meer tijd kan vrijmaken door bijvoorbeeld onder andere vriend van de show. Dan gaan we ook echt extra afleveringen opnemen. Dus dat is altijd het doel vanaf nu, dat we ook voor onze vrienden van de show extra content willen gaan maken. Dus laat ons eventjes weten wat jij graag zou willen horen als extra content. Ja. Dat kan zijn dat we alle reacties van YouTube gaan doornemen. Ik zeg maar wat, hè. Dat kan ook zijn dat we met, wie weet, met Ron Boswart eens een keer een babbeltje doen over zijn avontuur in de Masked Singer. Als extra aflevering. En met hem is gevraagd? Ja, en hij ziet dat op zich wel zitten. Alleen hij moet eventjes kijken wanneer dat hij de tijd ik zou dat heel voor graag zou kunnen nog, maken. Ik zou daar dan heel graag bij willen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, ik ga dat expres alleen doen, Arno. Nee. Nou, dan ga ik een beetje huilen, denk ik. Nou, arme jongen. Nee, Ron is echt leuk. Lieve mensen, een heel fijn uiteinde toegewenst. We zien jullie volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot gelukkig. Volgend jaar. Ik wens jullie al het geluk in 2024. Ik ook. Wij zetten onze maskers op. Tot volgend jaar.